Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij wat Subnautica Below Zero. En ik moet zeggen, ik heb het weer gemist, jongens. Ik heb echt heel veel zin in Subnautica. En het is een beetje mijn guilty pleasure geworden. Ik weet dat het niet heel populair is, maar ik vind het super leuk om te doen. En vandaag gaan we weer rustig verder. Mocht je de vorige episode niet gezien hebben, linkje in de beschrijving. Hier waren wij geëindigd en dit is een beest die wij gevonden hebben ergens op een random eilandje. En voor zover ik begrijp, wat we moeten doen is, daar heb je een soort van zendmast die we moeten repareren. Maar dan moeten we eerst een, weet je ding ook weer, een repair tool maken. Geen idee hoe ik dat doe. Ik weet ook niet of wij hier verder rest nog wat dingen kunnen maken of gebruiken. Want volgens mij kunnen wij het meeste hier niet gebruiken. We hebben alles gescand voor onze eigen base. Maar, kijk, ik kan er verder rest nou niks mee, dus. En dat is een beetje lullig, want dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we kunnen gebruiken. Maar we kunnen er niks mee. Dus dan moeten we weer teruggaan naar onze eigen base om al deze dingen toe te passen. Ik ga even kijken bij blueprints. Kan ik hier toevallig zien hoe ik een repair tool maak? Ja. Oh, die kunnen we makkelijk maken. Het enige wat we missen is silicon rubber. Nou, dat hebben we sowieso ergens liggen. Dus we moeten dit maken. Dan moeten we terugkomen naar dit eiland. Dan moeten we die zendmas repareren. En dan zien we wel vanaf daar weer verder. Dan denk ik dat er niks anders op zit dan gewoon simpelweg terug te gaan. Ja, hier zijn we geweest. Dit ding moeten wij repareren. Kijk. Deze soort van zendmast. En hopelijk kunnen we ooit een raket bouwen en dan kunnen we into space. Nog steeds hoop ik dat ze dat ooit zullen doen. Dat je echt gewoon naar een andere planeet kan vliegen. Maar gewoon een combinatie van deze game en... Hoe heet die andere game ook weer? Die space game. Ik heb het heel even moeten opzoeken, maar de game die ik bedoelde was No Man's Sky. En No Man's Sky probeerde eigenlijk een beetje wat Subnautica is, maar dan voor in space. En dat was niet echt een succes geworden. Zijn we hier al geweest? Volgens mij wel? I don't know. Maar het zou juist vet zijn als Subnautica voor misschien een vervolg of zo datzelfde zou doen. Dus dat je dan naar andere planeten kan. Alleen dan niet onder water. Ook al moet ik zeggen dat onderwater effect juist het vette hieraan is. Want je weet nooit hoe diep je kan. En het is altijd een raadsel wat er allemaal nog meer te vinden is daar in die donkere diepte. Ik heb hier verder eens niks meer kunnen vinden. Dus het is tijd om te vertrekken. En wij moeten naar een van die twee bases. Ik denk dat die het makkelijkst is. Die is dichterbij. Dat is niet waar, die is dichterbij. We moeten dus even zo'n repair tool maken. Stel niet zoveel voor. Wel oppassen wat we hier allemaal nog tegenkomen. Oh, wait a minute. Hey, dat kunnen we ook gebruiken. Wat is dit? Oh, dat is van een sea truck. Wij kunnen vandaag de sea truck gaan maken. Dat is iets waar we waarschijnlijk zo meteen aan gaan beginnen. Ik vind het al een leuke locatie, maar het is gewoon een beetje een zinloze locatie, heb ik niet idee. Welcome aboard, Captain. Ik moet heel eventjes snel wat water fixen. Dat is wel belangrijk. Ook even wat eten, maar volgens mij heb ik al een visje bij, right? Wacht, daar heb ik vis. Even drinken pakken. Oh, we hebben ook nog dit. Pakken we even die. Heb ik een ander visje? Want ik ben persoonlijk niet zo'n fan. Kijk, we kunnen beter deze kunnen we koken. Want van die bladderfish kun je water maken. Water blijft altijd heel erg belangrijk. Gaan we dat even doen. Zo. Een hoopfish. Die zijn echt... om je vingers bij af te likken. Maar we waren op zoek naar... Wat hadden we nodig? We hadden silicon rubber nodig. Volgens mij is dat alles wat we nodig hebben voor de... Oh! Die gaan we ook maken. De mineral detector. Dat is ook wel lachen. Maar we gaan voor de repair tool. Wat zou nou verstandig zijn? Ik kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om deze base naar uit te breiden. Maar ik denk niet dat we dat moeten doen eigenlijk. Want dit is sowieso niet echt een plek waar ik nog heel lang wil blijven, denk ik. Want kijk, we hebben daar allemaal nieuwe parts unlocked en zo die we kunnen gebruiken. Super sick, super gaaf. Maar ik denk dat we beter onze materialen momenteel kunnen investeren in een sea truck. En dan gaan we gewoon met die sea truck een beetje de oceaan langs. En dan zien we wel of we een mooie plek kunnen vinden. Ik begin gewoon aan de sea truck. We hebben als eerste dit ding nodig. Een mobile vehicle bay. Titanium ingot, lubricant en een computer chip. Juist. hoe maak ik dat ook alweer?
Oké, we hebben lithium nodig. Ik weet niet of we lithium hebben. Als we geen lithium hebben, dan kunnen we al niet verder. Ik heb geen idee waar ik dat vind. Ik heb copper wire nodig. Het enige wat we nou dus nog missen is... Een computerchip moeten maken. Is lithium. De grote vraag is, hebben wij lithium? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Ik heb wel lithium. Oké, we kunnen eigenlijk beginnen. Halleluja. Heeft even geduurd. Maar hier is mijn mobile vehicle bay. Helemaal top. Dit ding is awesome. En dan kunnen wij vervolgens, als het goed is, dit ding maken. Kijk. En daarna kunnen wij die modules maken. Maar ach, ja, daar hebben we sowieso de materiaal niet voor. Belangrijkste is die Almighty Sea Truck. En van wat ik heb gezien is, je kan echt zoveel mogelijk modules erachteraan bouwen. Waardoor je eigenlijk gewoon je varende base hebt. Wat super nice is. Wat ik denk ik ook wel ga doen. Want ik heb momenteel toch niet echt een idee waar ik mijn voorlopige base wil bouwen. Dus dan kan ik het beter gewoon in dit ding laten. Hoe ga ik hier in? Hallo? Kan iemand mij vertellen waar de ingang is? Oh, via de bovenkant. Yeah! Woo! Hell yeah! Kijk, dit ding is awesome. Dan gaan we gelijk even naar die maintenance request. Ik heb nou een repair tool. Dan kunnen we dat ding repareren. En dan gaan we vanaf daar wel weer verder. Ik heb geen idee wat we moeten doen. Maar ik ben in ieder geval blij dat we dit ding hebben. Ik weet wel dat we binnenkort ook een laser cutter moeten gaan maken. Ik heb daar nog niet de ingrediënten voor. Of nee, niet die blueprints. Ik heb wel de ingrediënten, maar niet de blueprints. Maar het voordeel aan een laser cutter is... Mocht je ooit van die gezonken schepen vinden, dan kan je daarin. En anders kan je daar niet in. Dus dat is van groot belang. Ik hoop dat ik hier de ding zonder enige problemen kan parkeren. Hoe ga ik eruit? Oh zo. Want ik kan er dus niet het land op beuken. Die C-mod was sowieso beter. Hé, wacht. Kan ik hier dat... Ah. Crystal and silver. Maar ja, we gaan eens dus even weer naar boven. Oh! Wat? Kan ik deze gewoon eten? Oh, what the fuck? Yo! Dit fruit is... Dit is wonder fruit. Leafy fruit. Kijk, dat geeft healing food H2O. What? Dat is al sowieso een rot, hè. Kut, ik moet dat... Wacht, wow. Ik ga deze dingen scannen. Holy moly. Kan ik deze bij mij ergens planten? Dat is probably no... Oh my god. Het is wel een mokertje groot. Ja, mijn inventory is het vol. Dat is goede spul. What the fuck? Dat is wonderspul. Oké, waar moet ik heen? Loop ik nou goed? Volgens mij loop ik verkeerd. Ik loop verkeerd. God damn it. Oké, moment is aangebroken. We gaan de dingen eens eventjes repareren. En hopelijk werkt. Meen je dit nou? Motherfuckers! Oké, we hebben blijkbaar shipwreck salve. Dat kan ik dan niet eens meenemen. Oh, dat heb ik niet eens gevonden dan. Heb ik dat dan nooit gevonden? What the fuck? Waar vind ik dat? Ik kan me herinneren, in Subnautica 1 vond je dat de hele tijd. Oh my god. Oké, we hebben advanced wiring kit. Dat is überhaupt al best wel een gedoe. Waar ik net trouwens aan dacht, ik wil heel even kijken of dit ding kan scannen. Kan dat ook? Kan ik dit scannen? Nee. Oké. Oh no. Ik raak onderkoeld. Naar binnen. Koud. Ik heb geen idee waar ik die shipwreck fragments kan vinden. Ik heb geen flauw idee. Dan zit er maar één ding op. En dat is letterlijk gewoon de oceaan afvaren. En hopen op het beste. Meer kunnen we momenteel niet doen. En toen gingen we weer verder. Ik ga nou gewoon echt moken ver weg, oké? Ik hoop niet dat ik al te gekke dingen tegenkom qua monsters. Maar ik ga nou gewoon mokertje ver weg. Ik heb niks op zak. Ik heb geen eten en ik heb geen drinken. Ah, shit. Oh, dit was de dock. Hier had ik eigenlijk gewoon moeten... Oké. Oh, no. Ah! Weg hier!
No! No, 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 no. Ik, wat zag je hem aankomen dan? Ik weet niet wat die camera... Oh, dat is dat ding boven! Heb ik zijn... Nee, dat heb ik niet. Ik wil zeggen, misschien heb ik zijn... Weet je wel, zijn uitkijkding. Oh mijn god, kijk wat hier allemaal rondzwemt. Oh, maar die zijn niet zo aardig. Oh, no. Oh, no. Ik denk wel dat we deze kant op moeten. Ook word ik niet zo heel blij. Oké, ik word hier niet blij van. Verder naar beneden. En ik zie letterlijk daar een shipwreck. Is dat zo'n shipwreck? Juist, dat is exact wat ik zocht. Nee, dat is niet wat ik zocht. Want dit is een ding wat ik kan scannen. Ja, ik... Hier heb ik niks aan. In principe is het een shipwreck. Maar het is geen shipwreck. If you know what I mean. Oh, what the fuck is dit? Ah, dat is heet. Oké, niet doen. Niet doen. Ik zie hier iets. Wat hebben we hier? Booster tank. Oké. Me likey. Docking mart, dat is nieuw. Oh, die gaat alsmaar dieper. Er liggen hier meer en meer parts. Fuck yeah. Sleeper module, dat is ook nieuw, toch? Ja. Oké, er zijn dus wel nieuwe parts. Ik dacht dat we alle parts al hadden. Oh mijn god, dan blijf maar verder gaan. Als ik daar ook maar de weg terug nog weet. Oh, dit is het einde. Nee, dit is niet het einde. Ik moet wel snel terug gaan. Ik ga terug. Anders dan ben ik daar ook mijn ding wel kwijt. Er is nog... Wat? Hoeveel shit is hier? Snel! New technology created. New technology created. Damn, boy. Oké, hier kwamen wij vandaan, right? Daar is hij. Er zijn dus best wel veel van die Sea Truck dingen. Ik dacht dat er maar drie waren. De cabine en twee van die... die bakken, zeg maar. Maar er is veel meer. Dat is goed om te horen. Dat is mooi. Wat is dit dan? Hallo? Kun je me alsjeblieft in rust laten? Ik heb jou ook niks misdaan. Sea Truck Dock. Dat is de laatste voor de docking dan. Nee, die hadden we al. Oh. Weet je wat nou het probleem is? Waarom denk je dat die zoveel van die wrakstukken liggen? Doe een wilde gok. Doe een wilde gok. Ik gok omdat zij die shit kapot maken. Dus ik moet ook oppassen hier. Dat ze mijn shit niet kapot maken. Ik heb geen flauw idee waar ik nou heen ga. Maar, Oh, daar zie ik licht. Oh no, dat is alien. Dat is... Oh god, dit is alien. Oh, we kunnen niet dieper, dan gaat het kapot. Er is hier een of andere soort van opgraving. Zullen zij dit... Zij slopen dit ding, of niet? Als ik hier, kan ik dit ding achterlaten? Zonder dat zij het slopen? Ik heb geen idee. Misschien is die lamp uit doen. Ik hoop dat dit werkt. Noem je dit een opgraving of een opduiking? Want in theorie is het gedoken. Maar zij hebben hier dus ook allemaal prehistorische dingen gecheckt. De Alien Bros. Is hij verder rest van mij iets te scannen? Volgens mij is hij verder rest niks... Oh god. Ah! Ik voel me hier niet op mijn gemak. En dat is een understatement. En een statement van het jaar. Ik zie je niet meer. Oh. Ja, ik ga weg. Ik ga weg. Je hebt me niet gezien. Ik vraag me af of ze mij zien als ik mijn lamp uit doe. Ik denk het wel. Weg hier. Hier hebben we nog meer. Zie je dit? Ik denk alleen dat we hier nou dus niet in kunnen. Omdat we geen lasercutter hebben. En dit had ik dus eerder al een keer gezegd. We hebben een lasercutter nodig. Maar daar heb ik de blueprints niet voor. Oh. Maximum depth. Oké, ik ga toch nog even dit checken. Kan ik hier ergens in? Nee. Misschien via de onderkant. Er zal toch wel ergens een ingang moeten zijn, zou je zeggen. Oh, hier is een ingang. Yeah, I knew it. Maar dit is alien. Dit is niet alien. Dit is niet alien. Oh boy. Oh fuck's sake. Cut open to access. Motherfucker. Ik heb het net nog gezegd.
Ik heb een laser cutter nodig. Cut open to access. Motherfuckers! Ik kan wel dingen scannen hier. Ik hoop niet dat ik hier dood ga. Dit is niet zo groot. Dus. New blueprint acquired. Ik denk dat het verstandig is om snel terug te gaan. Kan dit ook open? Dit kan ook opengesneden worden, zeker. Nee. We hebben dus twee kratten die we niet kunnen openen nou. Misschien is er nog een andere ingang. En ik heb net iets anders opgepakt. Ik weet niet wat het was. Even kijken wat het was. Wacht. Kijk. We hebben 5 nieuwe dingen. Meestal is voor de sea truck. We hebben een sea truck afterburner upgrade unlocked. Nice. Oh, en een booster tank. Oh, maar die kunnen we straks maken. Dat is easy. Daar hebben we die air bladder voor nodig. Nice. Nice. Ik weet zeker dat die meer is. Ik weet het zeker. We hebben echt een laser cutter nodig, man. Oh, no. Oh, no. Nope, 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 nope. We hebben hier nog meer ingangen. Oh, dat kan niet in. Ah. Is dat een soort van torpedo shit? Dat ze daar dingen mee afschoten of zo. Dit ding is wel nice, man. Nou zie je het ook beter. Het was heel donker. Zo heel diep is dit niet eens. Ik ga heel even dieper hier duiken. Kijken wat we hier nog kunnen vinden. Oh. Oh nee, wat zijn dit? Ik dacht even dat dit van die pots was. Wat is dit dan? Oh, lithium. Nice, lithium, lithium. Dat komt van pas. Hier is meer lithium. Oh fuck, maar ik ben wel aan het verdrinken. Pak deze lithium en dan ga ik er vandoor. Lithium. 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 Oh, naar boven. I don't wanna die. 30 seconds. Oh no. Oh no. 30 seconds. En het ergste vind ik wel dat we gewoon geen beacon hebben, man. Dat zou zo chill zijn. Als ik even een beacon kon achterlaten. Oké, hier moeten we straks een keer teruggaan. Kan ik... Ik kan niet... Oh. Er is volgens mij geen manier voor mij om te weten waar dit precies is. Ik kan recht omhoog gaan en kijken waar... Oh god, kijk daar die walvis. Oeh, dat ding hebben we nog nooit gezien. Hij heeft grote flaporen. Oh, waar zijn wij? Waar in hemelsnaam zijn wij? Wij zijn... Oh, we zijn dicht aan land. Of wat is dit? Een ijsblok. Oké, we zijn... ongeveer 900 meter van onze base verwijderd. En dat is richting het oosten. 900 meter richting het oosten. Zal ik dat onthouden? Hoogstwaarschijnlijk niet. Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar we gaan weer terug. En misschien moeten we toch maar onze base uitbreiden. Of ergens anders een andere base maken. En ik denk dat laatste. Ik denk eigenlijk dat het slim is om hier een base te bouwen. Denken jullie niet? Vooral gezien het feit dat die andere base van ons toch niks was. Hier heb je nog meer shit. Oh, wij moeten hier echt gaan bouwen. We gaan niet terug. We gaan niet terug, boys. Al is het laatste wat ik doe. Nee, maar we gaan niet bouwen. We gaan niet bouwen. De enige reden waarom ik nou helemaal terug moet gaan is omdat ik mijn builder niet heb meegenomen. Ik heb alles meegenomen behalve mijn builder. Ik denk, oké, dat ding heb ik niet nodig. Guess what? Dat is het enige ding wat ik juist nou wel nodig heb. Oh, kut. We kunnen niet zo diep. Ah, dat ding. Dat ding mag niet zo diep. Alright. Ik zal hem snel repareren. Voordat hij daar kapot gaat. Dit ding heeft echt wel wat issues, man. Wordt tijd dat we dat ding gaan upgraden. Dat we dieper kunnen duiken. We zijn in ieder geval weer thuis. En ik moet snel drinken. Hebben we ergens een bakje pleur? Oh, we hebben water. Nice. Oké. Okay. Kijk, het enige wat ik nodig had was mijn tank. Oh, die kan ik nog niet afzetten. Ah, die kan ik nog niet afdoen. Alright, geen probleem. Geen probleem. Heb ik überhaupt plek om... Kan dat daarin? Yes. Kijk, wat ik nou moet doen is... Ik doe die tank af, anders moet je er 2 maken. Daar is nergens goed voor. Dan kan ik hem upgraden naar... De booster tank. Auw! Kijk, dat ding wat we eerder hadden, die was best leuk. Maar dat ding gebruiken we toch niet, die air bladder. Dan heb ik gewoon een betere tank op mijn rug. Ideaal. Ik kwam er zojuist achter dat mijn camera was vastgelopen. Dus jullie zijn daar ongeveer een kwartiertje kwijt aan footage. Maar ik heb zojuist even allemaal spullen meegenomen. En we gaan er nou gewoon vandoor. En ik ga even kijken of we ergens een base kunnen bouwen. Dus ik heb wat goud, wat zilver, wat titanium, wat lead. Ik heb gewoon allemaal spullen meegenomen die ik nodig heb om eventjes weer een kleine base op te bouwen.
Alleen nou denk ik dat ik halverwege een beetje verkeerd ben gegaan. Waardoor ik nou helemaal ergens anders zit. Want ik ben naar het oosten gegaan, maar ik wist niet of ik nou naar het oosten moest of naar het zuiden. Volgens mij moest ik naar het zuiden. Dus, I don't remember. En dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Oh god. Wat was dat geluid? Oh no. Oh no. Ik denk wel dat we de goede kant op zijn gegaan. Want deze paarse dingen. Die hadden wij gezien. Oh mijn god, het is hier gezellig. Oh god, mother of god. Ja, we zijn op de juiste plek. Oh no. Ja, kijk, dat is die. Dit is exact dezelfde plek. Wat is de kans, dude? Dat is die opgraving. Dus daar heb je dat schip. Wauw. Alright. Hier wil ik inderdaad mijn base bouwen. Klinkt misschien een beetje als gekkenwerk. Letterlijk in hun fucking speelplaats. Oké, dit wordt mijn plekje. Ik zie mijn visjes. Dit is een prachtige plek. Ik stap uit en we gaan beginnen. Met bouwen. We beginnen gewoon met een foundation. Het wordt gewoon heel simpel. Niks speciaals, niks spectaculairs. Is allemaal nergens goed voor. Gewoon dat we iets hebben waar we in kunnen gaan zitten. Yo. Volgorde kan me ook echt totaal niet boeien. Ik denk er nou ineens aan. Waarom heb ik dit niet gebouwd? Ah, fuck. Deconstruct. Heb ik daar genoeg shit? Ja. Kijk. Dat ding is veel beter. Dit is perfect. Dan gooien we er een deurtje in. En gaan met die banaan. Oh, nou heb ik god van. Ik kom naar kwart. Ik kom titanium tekort. Fuck. Waarom? Oké. Van alle materialen die je kan hebben. Hier hebben we titanium. Ik kan het zeggen. Ik had redelijk veel shit meegenomen. Wat zijn dit dan? Spinners. Nam. Maar ik had wat spullen meegenomen. En ik denk, oké, titanium kunnen we daar wel vinden. Dus daar heb ik het minste van gepakt. Kun je ook even komen? Die heb ik zo meteen nodig, dank u. Seek fluid intake immediately. I know. Ik wil alleen maar eventjes een base kunnen bouwen. Dank u. 30 seconds. Oké. Het gaat allemaal fout. Boys, het gaat allemaal fout. Ik heb en geen eten, en geen drinken, en geen titanium, en geen zuurstof. Oh, please, titanium. Yes! Oké, we kunnen een deurtje maken. Waarschijnlijk heb ik daar ook alsnog titanium nodig, volgens mij. Voor alles. Maar dan kan ik hier in ieder geval in. Kijk eens aan. Is hier nou zuurstof? Er is hier geen zuurstof. Want ik ben vergeten dat we ook nog zonnepanelen nodig hebben. En voor zonnepanelen hebben wij evenals titanium nodig! Ik zweer het je, van alles wat ik kon vinden... Oh, nee, ik mag niet dieper... Van alles wat ik kan vinden, dacht ik dat titanium de minste zorg zou zijn. En guess what? Het is de grootste zorg. Ongekend. Ongekend. Titanium, please. Yes. Ik vraag me wel af hoe het hier zit met zonnepanelen. Wij zitten behoorlijk diep. Geen idee of dat gaat werken. Maar hij valt eigenlijk wel mee. Volgens mij zitten we minder diep dan dat we voorheen zaten. Seek fluid intake immediately. Seek fluid intake immediately. Beep, 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 beep. Oké, hier ga ik me echt kapot te nergen. Hij zit niet recht. Maar als het werkt, dan werkt het. Vind ik het allemaal prima. Heel mooi. Kijk, nou hebben we tenminste zuurstof. Mooi huisje. Ik wil eigenlijk dit ding maken. Heb ik wederom titanium. Ik heb overal titanium voor nodig. Ik word er helemaal gek van. Ik moet bekennen dat die bijzonder weinig te vinden is. Kan goed zijn dat dit niet echt een hele toffe plek is eigenlijk. Dat die verder rest niet heel veel te bekennen is. Maar ja, we kunnen deze base altijd weer afbreken. Het is echt voor nu even prima. Ik merk ook dat ik nog steeds geen titanium kan vinden. En dat ik zo meteen ga sterven. Dus please, gun mij titanium. Yes, titanium. Meer. More. More. Ah! Oké. Oh, precies op tijd. Nee, niet precies op tijd. Snel. Huh, dit ding. Perfect. Snel. Hop, 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 hop. Ik ben aan het sterven. Ik heb haast. Ik heb dorst. Snel, fishy. Oké.
Ah! There we go. Halleluja. Oké. Okay. Nou is alles op orde. Prima. We hebben onze fabricator. Ik maak een paar visies. We hebben dus nou voor nu even een tijdelijke base. Kunnen we hier even rondzoeken. Dat ding is ook nog steeds heel. Dat is goed om te zien. Ik plant gelijk hier even dit ding er neer. Dit is base 2. Zo. We gaan eens eventjes kijken wat we hier allemaal hebben. Er was hier nog ergens iets in de buurt. Van wat ik me herinner. Iets wat we gezien hadden. Wat ik nog wilde scannen. Maar toen moesten we snel weg. Waarschijnlijk had ik mijn base beter hier kunnen bouwen. Om heel eerlijk te zijn. Iets hoger. Dat was wel verstandiger geweest. Wat is dit? Oh, dit is meer van die lithium. Lithium! Auw! What the fuck? Oh, zie ik daar een stukje? Ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Oh, dit is meer dan gewoon maar een stukje. Alleen deze hoef ik eigenlijk niet te scannen, maar we doen het toch. Wat zit daarin? Flesje water. Oh, fabricated module. Die had ik ook. Op zich is het prima, want die krijgen we ook. Weet dat nou? Titanium van. Wat zit hierin? Control room. Alright. En een cookie. Kijk, mijn dag kan niet meer stuk. Deze kan ik niet openmaken, godver. Hey, hebben we deze mafkees hier ook? Ik heb jullie niet gemist, weet je dat? Sea monkeys. Maar als wij sea monkeys vinden, dan is er ook ergens een sea monkey nest. En die moeten wij ook vinden, want dat is wel belangrijk. What the fuck is dit dan? Is dit voor gekke paddo? Oh, leeft dat of is dat een plant? Oh nee, dat leeft, dat leeft. Nope. Dit is best wel een interessante plek. Alleen, ik zie echt geen hand voor ogen. Oh, what the fuck is dit? Oh! Ik wil graag binnenkort eigenlijk ergens een dikke base gaan bouwen. Het probleem is dat we tot op heden nog niet echt een plek gevonden hebben die daar goed voor is. Snap je? Je moet een plek hebben die ten eerste hele goede voorziening heeft, maar ook een plek waar heel veel te vinden is. Vandaar dat ik nou overal die tijdelijke dingen bouw. Wat misschien een beetje zinloos lijkt. Wacht, hadden we deze al gezien of is dit een andere? Dit ding is... Dit is een andere? Is dit een andere? Dit ding zit een mokertje groter. Dit is een andere! Ik denk ook dat we via de onderkant binnen moeten. Ik hoop het tenminste. We gaan eens even checken. Ik repareer eerst even mijn schip. Want ik wil niet hebben dat ze daar mijn ding slopen als ik terugkom. Nee. En zoals ik al zei... Via de onderkant. Kijk eens aan. Ik hoop wel dat ik de uitgang straks nog vind. Want dat wordt een ding. Yeah, batteries. Holy fuck. Dit is awesome. Ik snap niet wat we met die dingen moeten doen. We kunnen ze niet indrukken. We kunnen ze niet scannen. Maar het is duidelijk dat dit iets is. Right? Oh, wat? Nee! Er was hier gewoon een ingang. God damn it. Het is allemaal moeilijk te doen. Er is gewoon letterlijk een ingang. Ja, cut open. We hebben een lasercutter nodig. Dat zeg ik al de hele episode. Maar er is hier gewoon een ingang. Het is over ingang gesproken. Zo. Ingang. Shit. Daar is mijn ding. Wauw, ik zat er letterlijk naast. Zie je dat? Ik zat er letterlijk naast. Are you kidding me? Oh, dat is wel heel slecht. Kijk dan. Het was net ook donker, hè. Come on. Je zag echt geen hand voor ogen net. Is hier nog iets toevallig? Oh, hier is er... Maar die kan van alle kanten naar binnen, man. Dit ding is één grote gatenkaas. En ik kan wel moeilijk doen van... hoe kom ik hierin? Blip, 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 blip. We moeten eigenlijk per sectie eventjes afwerken. Dus hier is niks. Prima. Oké, next. Dan moeten we waarschijnlijk hier naar boven. Dan zullen we dat eventjes doen. Wederom een deur die we niet kunnen openen. Heel fijn. Heel fijn. Ik wil weten wat erin zit. Ah! Eindelijk! Lasercutter! Ik mis hierna nog één part. 2 van 3 nu. Halleluja! Come on, gun mij de laatste part. Yes! Oké, we kunnen zo meteen de lasercutter maken. Dan kunnen we terugkomen. Dan kunnen we hier alles leegroven.
Ik denk dat we best even terug kunnen gaan naar onze base. En die laser cutter kunnen maken. Als ik weet hoe dat moet. Even kijken. Hebben wij daar de benodigdheden voor? Oh, nee. Oh, nee. Oh, we hebben daar diamonds voor nodig. Ik heb al mijn diamonds in die andere base zitten. Ik heb geen enkele diamond meegenomen. Oh my god. Waarom? Ik heb zoveel shit meegenomen. Behalve diamonds. Zo kan je niet zijn. Zo kan je niet zijn. Oké, ik heb een beacon achtergelaten. Ergens. Daar. Ingang schip. Prima. Ik moet nou weer helemaal terug. Weet je wat gek is? Ik heb tot op heden nog steeds niet zo'n... Zo'n fragment gevonden of zo. Die we nodig hebben voor die antenne. Want we hadden twee dingen nodig. Eén was een advanced wiring kit. En het andere was een of andere shipwreck fragment dingetje of zo. Warning. Oh, ik mag niet zo diep hier. Sorry. We zijn in ieder geval weer thuis. Ik ga even hier een laser cutter maken. Ik kan die waarschijnlijk ook gewoon hier beunen. Dus waarom ook niet? We hadden diamonds nodig en sulfur. Sulfur hebben we sowieso. Lithium kan ik weer hier achterlaten. Sulfur en diamond. Had ik één diamond nodig? Is dat voldoende? Ik denk het wel, hè? Nee, dit is nooit voldoende. Het is nooit voldoende. Dit kan ons zoveel helpen, want we hebben al meerdere kratten gevonden die we niet konden openen. Dat kunnen we nou tenminste wel. Heb ik hier eigenlijk iets van water toevallig? Want ik heb een beetje dorst. Ik heb zelf nog water op zak. Oké, we gaan weer terug, denk ik dan. Want ja, wat moet ik anders doen, hè? We gaan gewoon weer terug. Ik wil sowieso nog even dat schip helemaal clearen. Dus alles daar openen, alles checken. En dan is het op zich wel weer mooi geweest. Maar ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat daarin zit. Hetzelfde als die kratjes die wij gevonden hadden, die we niet konden openen. Dat zit allemaal een beetje in dezelfde regio. Dus in dat opzicht wel prima dat we daar onze base hebben. Maar veel meer dan dat zal ik hem ook niet meer gebruiken. Dus ik denk dat ik die base ook wel zal afbreken. Ik moet je zeggen, jongen. Dit ding is snel. Ik heb die boost optie hiervoor. We zijn eigenlijk best wel snel bij onze bestemmingen. Het voelt allemaal nou helemaal niet meer zo ver weg als voorheen. Want voorheen moest je allemaal gaan zwemmen. En dat duurde super lang. Kijk, ik ben er nou weer bijna, man. Ik doe een keertje een boost en hotflats. We have arrived. Dit is wel echt het vette aan de game. Gewoon al die gekke dingen ontdekken en zo. Oh nee. Oh nee. Nee, 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 nee. Oh, godzijdank. Ik dacht even dat ik een batterij nodig had. Ik dacht er ineens aan. Oké, we kunnen gaan openen. Ho, ho. Dat ging snel. Wait. Heb ik nou... Ik heb het verkeerde ding in mijn hand. Oepsie. We kunnen aan de slag. Openen die handel. Jeet. Wat gaan we hier vinden? Ik zie wel dat de power van het ding wel heel snel opgaat. Dus we moeten sowieso extra batterijen gaan fixen. Jesus. Ik zit nu al bijna op 80%. Al bijna 20% weg. Hey, dat is wel handig. Ik dacht heel even dat we hier al geweest waren. No. No, 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 no. Dit ziet er interessant uit. Kan ik dit ook openen? Waarom zou ik dit openen? Ik open alles. Nou ben ik ook benieuwd wat erin... Oh, hier zit een batterij. Hier zit een zozo batterij. Ik hoop de Ion. Niet lang. Ik heb nog maar 60%. Wat was dat? Oh! Dat is je shipwreck salvage. Oh, voorheen was dat iets compleet anders, dude. Volgens mij is er oprecht veel te vinden in het schip. Dit schip is echt mokertje groot. Kijk, deze deur kan wel weer open. Ik weet niet, alleen niet of je op een gegeven moment gewoon rondjes gaat. Maar ik maak alles open, zodat het in ieder geval overzichtelijk is. En we gaan gewoon alles meenemen wat we hier kunnen vinden. En dan in de volgende episode gaan we die satelliet repareren. Want we hebben dus nou die fragments. Of weet ik wel wat het weer was. Ik weet niet hoe het heette, whatever. Maar voor nu blijf ik nog eventjes... What the fuck is... Oh, ik dacht even dat het masker was, joh. Ik heb hier omhoog. What the fuck? Dit is echt... Dit is echt gigantisch, man. Oh, je kan zelfs nog naar beneden. Yo, dit is een dolof van je welste. Hier kunnen we naar boven. Ik wilde dat net niet doen, want ik was bang dat ik zou verdrinken. Maar waar leidt dit naartoe?
Oh, dit ziet er ook wel creepy uit, hoor. Kijk. Powers. Ah, ik kan niet meer mee. Oké. Okay. Ik heb het eerder al gezegd. Oh, wat? Wat? Oké, okay, dat was raar. Ik had het eerder al gezegd dat, dat ik sowieso het gezeik zou krijgen dat ik geen items mee kon nemen. Guess what? It happened. Wat is dit? Oh, dit was waarschijnlijk een kamer die we eerder konden zien, waar we niet bij konden komen. En nou dus wel. Deze deur kan niet open. Oké, okay, ik denk dat het verstandig is dat we snel weer terug gaan. En het is nou alleen een beetje lastig om te weten waar ik nou wel en niet geweest ben. Hier beneden ben ik wel geweest. Dan kunnen we hier nog naar boven. Is hier nog ergens een deur of iets? Volgens mij wel, toch? Dat is al open. Oh, en hier was een... Oké, okay. Volgens mij hebben we dan echt alles nou hier. Je kan daar ook nog bij, zie je dat? Oh, wacht. Ben ik dom? Ik ben dom. Kijk! Oh, dat was sneaky, dude. Ik wist... Nee! Oh, ja, dat komt goed uit. Kijk. Hadden we net niet nog een andere kist gevonden die we moesten... Oh. Oh! Een andere kist gevonden die we moesten openmaken met een lasercutter ergens. Dit was niet de enige, daar geloof ik niks van. Ik had net nog eentje meer gezien in het begin. Maar waar was dat dan? Het lijkt erop dat ik hier inmiddels alles een beetje driedubbel gecleared heb. Dus we gaan weer terug in ons schip. En dan wil ik eigenlijk nog even kijken of we die andere kratten kunnen vinden. Maar misschien is het slim om heel even langs mijn andere base te gaan. Dat is daar. Om even weer wat spullen te dumpen. Ik heb redelijk wat shit gevonden hier nou. En dat is nice. Nou, dat is goed nieuws. Ik weet niet precies wat ik er allemaal mee moet doen. Maar onder die reactor rod. Zal ergens goed voor zijn. Dit was een ander schip. Oh, dat is waar ook. Er waren twee verschillende schepen. Hier moet ik ook nog checken. Ik was vergeten dat er twee waren. Oké. Okay, repair tool. Repareren die handel. Dat was waar. Ik was vergeten dat er twee waren. Oké, okay, ik ga even mijn spullen dumpen en dan gaan we hier naar binnen. Jezus. Ik ben een beetje vergeetachtig. Dat is niks nieuws. Kijk wat we allemaal hebben. We hebben wat, wat nice shit. Heel veel power cells. Dit wat belangrijk was. Ik heb niet zo heel veel plek in mijn inventory nou. Maar ik denk ook niet dat we daar heel veel zullen vinden daarbinnen. Dus ik ga gewoon gelijk terug. Kijk. Hier konden wij ook in. Dat weet ik nog. Ergens. Ik alleen niet meer waar. Er was een inge... Oh, snap. Nope, 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 nope. Binnen, 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 binnen. Kijk, hier waren deuren waar we ook niet doorheen konden. Of een kistje die we niet konden openen. Juist. Ik wist dat er één was. Ik haal ze alleen door elkaar. Welke is mijn laser? Dit is de laser. Ja, deze. Hey, weer een reactor rod. Waren hier ook deuren, is de vraag. Oh, dit ding. Juist. Hier zal sowieso ook weer zo'n... ik weet niet meer hoe het heette. Maar ja, je zal het zo meteen wel zien. Hetzelfde ding wat we net ook gevonden hebben. Gok ik. En ja, shipwreck salvage. Best wel grappig, want in Subnautica 1 was dat echt gewoon troep. Die salvage. Meer was het niet. Gewoon echt pure troep. Je kon het omsmelten naar titanium. Meer kon je er niet mee. 30 seconds. Wel handig dat ik hier toch een base heb. Al is het maar gewoon om mijn spullen te kunnen opslaan. En ik denk dat ik in de tussentijd ook nog eventjes een extra... Hoe heet ze denk ik weer? Een extra lokker erbij ga beunen. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Oh, we hebben nou dit ook unlocked. Een control room. Ik weet niet waarvoor. Maar dat ziet er interessant uit. Maar ik plant hier even nog een extra lokketje. Dumpen waar weer wat spul in. Ik zal je nog één ding vertellen. Ik moet en ik zal sowieso dat andere ding zo meteen nog vinden. Die andere krat die we hier ergens hadden. Ik weet niet waar dat was. Volgens mij deze kant op. Want ik kan je garanderen, als ik dat nou niet doe, dan ben ik dat de volgende keer gegarandeerd vergeten. En dat was volgens mij inderdaad na dit gebied. Hierachter. Want dat was hier. Right? Yeah! Kijk, hier is het. Ideaal. Oké, okay, dan gaan we dit nog eventjes openen. En dan hou ik het weer voor gezien. En ik moet zeggen dat dit ding op zich nog langer meeging dan ik had verwacht. Die laser cutter.
Wait, what? Dat zit... Oh, dat kan ik scannen. Wait, what? Nee, wat? Er zat helemaal niks in. Ik wil door blijven zoeken, echt waar. Je wilt door en door en door blijven gaan met deze game. Maar nee, het is mooi geweest. Ik ga weer terug naar mijn schip. Ik ga weer terug naar mijn base. En dan gaan wij de volgende episode naar die antenne toe. Kunnen we dat ding eindelijk bouwen of repareren. Dat was allemaal zo'n gedoe. Dus dat komt helemaal in orde. Maar we hebben redelijk wat voortgang geboekt, boys. Ik ben trots. Ik ben blij met wat we vandaag hebben kunnen doen. Het is ook wel echt een hele zielige basis die we hier hebben. Jezus Christus. Wat een triest ding. En weet je wat ik trouwens ook nog even moet doen? Ik weet ook dat ik dat de volgende keer ook vergeet. Dat is zorgen dat ik een powercell meeneem. Gewoon op zak hebben. Want ik zag toevallig dat die powercell van die sea truck al bijna op is. Dan kunnen we altijd vervangen als ze onderweg zijn. Dus dat is op zich wel een goeie. Maar ja, ik ga het hier weer belaten, boys. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het is een beetje een zielige base. Dit zullen we misschien nog wel een keer veranderen. Maar ik denk dat we hier ook weer heel snel weg zullen gaan. Dus vond je dit een leuke video? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie binnenkort bij het vervolg van Subnautica. Dus tot dan. En houden we.